allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op dit YouTube kanaal. Vandaag gaan we een hele leuke doos openmaken. Persoonlijk een van mijn lievelingssets, namelijk Celebrations. Let niet op de rommel en de muur, want we zitten hier echt midden in een lekkage en verbouwing en ja. Ik heb gisteren deze Dark Sylveon V-Box opgehaald via Marktplaats bij iemand hier in de buurt. Er zitten 4 pakjes Celebrations in en ook nog 2 normale pakjes met de promokaarten. En als het goed is zit hier ook een map in, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Nee, dat is niet waar. Er zit hier geen map in. Ik ben gewoon dom. Nee, maar eventjes. Deze gaan we vandaag dus openen. Ja, ik hoop dat er wel leuks in zit. Ik spaar samen met een vriendin van mij de Master Set. We hoeven alleen nog de Charizard, de Xerneas en de Rayquaza. En dan hebben we eigenlijk alle kaarten van de set. Maar ik vind het sowieso echt leuk om Celebrations te mogen openen. Dus laten we dat snel gaan doen. Laten we maar gewoon snel de box openen. Want ik ben echt super benieuwd wat hierin zit. Zo, deze zit er dus ook bij. Deze krijg je sowieso in de box. Ik vind dit echt een super vette artwork. Dan krijg je de Jumbo kaart er ook nog bij. Dit is dus zeg maar de grotere versie van deze kaart. En dan nu de pakjes. Ik ga ze er eventjes voorzichtig uithalen. Nou, eerst hebben we dus 4 Celebrations packs. Er zit ook nog een Battle Styles pack in de box. En ook nog een Darkness Ablaze in de box. Ik denk dat ik begin met een Celebration pakje dan een normale. En ja, dat ik het een beetje afwissel, want dat is misschien wel leuk. Laten we gewoon beginnen met een Celebrations pakje. Ik heb al een tijdje geen Celebrations meer opengemaakt. En dan doen we hem zo. Nou, op goed geluk. Ik vind het wel... Oh, ik heb zo lang geen Celebrations meer opengemaakt. En we hebben een Zazamenta V. Zit er nog iets achter? Oeh, zeker zit iets achter. Maar wat? Maar wat? Oeh, een Cleffa. Een dual hitter. Super nice. Super mooi pakje. Deze is echt... Ik vind deze echt zo schattig, die Cleffa. Ja, die is schattig hoor, die Cleffa. Gelijk een hitje in het eerste Celebrations pakje. Laat ik nu maar eventjes een normaal pakje openmaken. We gaan voor de Darkness Ablaze. 1, 2, 3, 4. Energy. Ik vind, ja, Darkness Ablaze. Ik moet nog steeds de Charizard, man. Ik heb echt nog nooit... Ja, ik weet niet. Ik heb nooit echt veel kaarten uit Darkness Ablaze. Veel goede kaarten uit Darkness Ablaze gehaald. Oeh, een mooie holo. Ja, die is ook mooi. Ik heb eigenlijk nooit heel veel geluk met Darkness Ablaze. Maar dat maakt niet uit, want we gaan nu door naar de Celebrations. Oh, dit is echt een van mijn lievelingssets. Ik vind het echt zo leuk om Celebrations te openen. Ik tril ook een beetje, het spijt me. Groudon, Lugia, Mew, en zit er wat achter? Volgens mij zie ik iets. Huh? Nee joh, niet. Is het... Deze hebben we letterlijk nodig voor de set! Maak je een grap, de Xerneas? Oh my god, jongens. Hou op. Nee, joh. Dit is gewoon een van de 3 kaarten die wij nog moesten voor onze Master Set. En ik haal hem gewoon uit deze box. Dat is echt bizar, joh. Nou, daar ben ik echt heel blij mee. Ik ga zo meteen eventjes Brit appen dat ik de Xerneas nu heb. Laten we snel doorgaan naar de Battle Styles. Yo, dat is echt bizar. Oh, yo. Ik heb gewoon de Xerneas zit gewoon in die box. Gewoon de kaart die we nog moesten. Laten we snel even doorgaan naar Battle Styles. Durant. Oh, dat is echt bizar. Ik ben even een beetje weggeblazen nu. Door Celebrations. Yo. Even kijken. Zit hier wat moois in? Oeh, een holo Crobat. We hebben wel wat mooie hitjes vandaag te pakken, jongens. Als hier nog iets in zit, dan... Nou, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het ook echt niet meer. Laten we snel gaan kijken. Zit hier iets moois in voor ons? Ik weet het niet. Solgaleo. Ja hoor, er zit iets in. Oh, van de Classic Collection. Is het weer een Cleffa? Het is weer een Cleffa. Ik ga stuk. We halen gewoon 2 Cleffa's uit 1 box. Nou, ik klaag niet hoor. Ik vind het echt een hele mooie kaart. Dat is wel heel grappig zeg. 2 kaarten uit dezelfde box. Of 2 dezelfde kaarten uit de box. Heerlijk, heerlijk.
Nou, het laatste pakje. Ik ben super benieuwd. Ik denk niet dat hier dan nog iets in zit. Aangezien we al uit 3 pakjes mooie hits hebben gehad. Ik ben sowieso nu echt al super blij met Tixernius. Dus laten we snel gaan kijken. Dialga. Zekrom. Nee joh, zit er gewoon nog iets in? Een Professor's Research. Mooie kaart, altijd leuk. En een Reshiram. Er zit gewoon nog een hit in. Wat een box, wat een box. Check dit eventjes, serieus. Een Zamazenta V. Een Professor's Research. Een Xerneas EX. Dit is echt zo'n vette kaart. En gewoon 2 Cleffa's. Jongens, dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Jongens, ik ben echt super blij met de hits. Hopelijk heb je genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn YouTube-kanaal, want er komen nog veel meer leuke Pokémon-video's aan. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doeg! Oh, ik vergeet bijna iets. Namens mij en Gengar, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doeg!